aantal jaar geleden dacht ik niet dat ik nog een flink eind zou kunnen fietsen, laat staan door de binnenstad van Den Bosch. Ik heb namelijk QVS, chronische vermoeidheid na Q-koorts, waarmee ik ben besmet in 2009. Nu is over de langdurige klachten na Q-koorts weinig bekend, maar wel lopen er onderzoeken naar Q-koorts, QVS, chronische Q-koorts en de behandeling hiervan. Deze onderzoeken worden mede gefinancierd door Q-Support en met de directeur van deze stichting, Annemieke de Groot, heb ik vandaag een afspraak. Zij zal mij meer gaan vertellen over de lopende onderzoeken en als patiënt zijnde ben ik daar natuurlijk erg benieuwd naar. Annemiek, de Q van Q-koorts staat voor query. Dat betekent query vraagteken. Maar is Q-koorts nou ook echt zo'n mysterieuze ziekte? In feite is Q-koorts al een enige tijd bekend. Vorige eeuw, jaren 30, is de ziekte ontdekt. Maar Q-koorts is nog nooit in zo'n grote getale voorgekomen dan in Nederland. In 2007 tot 2009 is hier een flinke epidemie geweest. En er zijn destijds 50 tot 100.000 mensen besmet geweest met Q-koorts. En dat geeft voor onderzoekers, hoe gek het ook klinkt, ook kansen. Want ze kunnen, omdat er zoveel mensen ziek zijn geworden, kunnen ze ook veel onderzoeken. Helaas maar waar. Ja, jammer, maar het biedt ook wel weer perspectief voor de patiënten die met de gevolgen zijn blijven zitten. Ja. Want er is geld beschikbaar voor onderzoek? Ja, Q-Support heeft 10 miljoen gekregen van de overheid en waarvan nog 2 miljoen besteed gaan worden aan onderzoek. En die zijn inmiddels toegekend voor 9 onderzoeken. Dat zijn 9 onderzoeken. Waarom is er gekozen voor juist deze 9? Nou, die zijn heel zorgvuldig geselecteerd. Daar ben ik eigenlijk ook heel trots op namens alle mensen die daarbij betrokken zijn geweest. We zijn van meet af aan hebben we in consultgroepen gevraagd van wat willen jullie, met name aan patiënten, waar vinden jullie dat het onderzoek op gericht moet zijn. En dat heeft geleid tot een onderzoeksprogramma. Dus aan patiënten is gevraagd wat zij belangrijk vinden? Ja, heel belangrijk. En dan pas is gekeken naar de kwaliteit en de haalbaarheid. Maar eerst stond voorop dat het voor de patiënt belangrijk moest zijn. Dus het moest minimaal qua relevantie een 6 hebben of meer. En dan pas kwam de verdere beoordeling aan de orde. En de beoordeling die is gedaan door? We hebben een heel kundige commissie onderzoek onder leiding van Clementine Wijkmans. En dat zijn allemaal zeer gekwalificeerde mensen die heel goed kunnen kijken naar de haalbaarheid en de kwaliteit. En zij hebben verder gekeken daarna en geadviseerd welke onderzoeken gekozen moesten worden. Nou, ik ben heel benieuwd wat die onderzoeken inhouden. Dus is het een idee als ik langs ga bij de onderzoekers? Nou, dat lijkt me ook gewoon een heel goed plan, omdat dat ook vernieuwend is. En ik ben blij dat we als Q-Support dat ook doen, dat we echt op locatie gaan kijken. Dat iemand die zelf weet wat QVS is, op locatie gaat kijken hoe het onderzoek verricht wordt. Ja, leuk, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Gaan we doen. Eerst een Bosbol. Ja. Van de Groot. Ja, naamgenoot. Familie? Nee, en het is me goed ook.